Het is leuk om exotische dieren en planten in de vrije natuur te zien. Maar als je beseft dat ze door menselijk toedoen hier terecht zijn gekomen, is er eigenlijk niets natuurlijks meer aan. En bovendien, zijn deze nieuwe soorten wel zo leuk en aardig voor de Nederlandse natuur? Diverse exotische dieren en planten, die hier opzettelijk of per ongeluk zijn ingevoerd, kunnen zich in Nederland ongeremd verspreiden. Want hun natuurlijke vijanden zijn niet meegekomen. Deze zogeheten invasieve exoten kunnen voor ons hinderlijk zijn. Bijvoorbeeld omdat ze ons voedsel stelen of ons prikken. Maar voor dieren kan het inpikken van voedsel levensbedreigend zijn. Vooral als ze zelf voedsel zijn. Dan worden ze simpelweg door de uitheemse soorten opgegeten. De inheemse soorten hebben gewoon geen verdediging tegen deze exotische veelvraten. Invasieve exoten pikken leef- en woonruimte in van dieren die hier wonen. Inheemse vogels, zoals de boomklever, kunnen niet meer terecht op hun gebruikelijke broedplekken. De exotische halsbandparkiet heeft hun nestgelegenheden al vroeg in het voorjaar ingepikt. Invasieve exoten brengen ook nieuwe ziektes met zich mee. En daar zijn de inheemse dieren niet tegen bestand. Deze ziektes zijn soms ook schadelijk voor de mens. Een prik van de exotische tijgermug veroorzaakt onder meer knokkelkoorts. Dit alles heeft ernstige gevolgen voor de biodiversiteit in Nederland. Invasieve exoten zijn geen verrijking, maar uiteindelijk een verarming van de Nederlandse natuur. En zo vormen deze invasieve exoten niet alleen een bedreiging voor de inheemse flora en fauna, maar ook voor onze eigen gezondheid, onze veiligheid en zelfs onze economie. Sommige exotische planten, zoals ambrosia, verdringen landbouwgewassen door een chemische stof in de bodem te verspreiden. Bovendien verspreidt deze plant heel veel pollen, waardoor meer mensen langer en heviger last krijgen van hooikoorts. Ook dit veroorzaakt economische schade. In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 1000 verschillende exotische soorten ons land binnengeglipt en sommige zelfs opzettelijk ingevoerd. Dat zijn er evenveel als in de 500 jaar daarvoor. Dit is het gevolg van de alsmaar toenemende internationale handel. Slechts enkele soorten worden actief aan de grens geweerd. Ten opzichte van andere landen blijft Nederland ver achter in de aanpak van invasieve exoten. Actie wordt pas ondernomen als het eigenlijk al te laat is. En als invasieve exoten eenmaal gevestigd zijn, krijg je ze bijna niet meer weg. De schade is dan onomkeerbaar. Op dit moment probeert de overheid slechts enkele van de vele soorten die zich aan het verspreiden zijn in toom te houden. Echter, aan de almaar voortgaande import doet de overheid helemaal niets. Dat is dweilen met de kraan open. De aanpak moet rigoureuzer en het tegengaan van de import moet voorop staan. Handel is nou eenmaal de grootste veroorzaker van deze invasie aan exoten in ons land. Ze liften mee met geïmporteerde producten, zoals met die leuke bamboeplantjes of houten pellets of gebruikte banden, maar ook in het ballastwater van een vrachtschip zelf zijn ze te vinden. En als ze niet per ongeluk hier komen, dan worden ze wel bewust geïmporteerd als leuk exotisch huisdier of waterplantje voor in de vijver of het aquarium. De overheid moet het meeliften tegengaan en de handel en import van exotische dieren en planten aan banden leggen. Ook om te voorkomen dat soorten die zich hier vestigen zich vervolgens naar onze buurlanden verspreiden. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid. Stop invasieve exoten voor het te laat is.